En hele goede middag, ochtend, dag, nacht, avond, middag, dag, nacht, avond, middag, etmaal, dat soort dingen. En welkom bij alweer de zesde aflevering van Natuur in het Wild. Mijn naam is Gijs Klaas en vandaag ga ik even iets vertellen over dit landschap hier, over dit gebied. Ik neem even een stapje uit de reguliere lessen. De ene laatste les is dit trouwens. Volgende keer laatste filmpje, maar dat maakt niet uit. Want we hebben veel geleerd vandaag, afgelopen periode. En ik ga even iets vertellen over dit landschap hier, over... ik heb al de eerste aflevering een klein beetje verteld natuurlijk over wat veldwerk was en over de Ticulei, waar ik ben en zo en een beetje het gebied. En er is al wel iets meer over te vertellen en dat gaan we dus deze aflevering doen. And I'm feeling good. De Kreuze. Althans, een deel van de Kreuze. In elk geval het deel wat ik je de afgelopen weken heb laten zien. Het heuvelachtige, mooie groene landschap bevindt zich op één groot blok granietgesteente. Om even nog een paar mooie plaatjes te laten zien van de Kreuze. Dit is een foto van, een oude foto zoals je wel ziet, van een brug. Tientallen jaren geleden gemaakt. Diezelfde brug. Slechts een paar jaar geleden, vanaf dezelfde plek gefotografeerd ongeveer, ziet het nu zo uit. En je ziet dus dat het echt helemaal dicht begroeid is. Het was eerder zo kaal toen het nog drukker bewoond was en nu is het helemaal dicht gegroeid. En nog een voorbeeld, want foto's zijn er natuurlijk niet altijd geweest. Daarvoor hadden we schilderijen. En de bekende schilder Claude Monet, die ging hier wel eens naartoe. En die maakte wel een mooie schilderij van het landschap, zoals dit schilderij hier. En Rob heeft de plek gevonden waar die waar het schilderij is gemaakt. En heeft hij deze foto van gemaakt. En dan zie je ook weer hoe erg dat veranderd is. Dus die hele toename van bos en groen en vegetatie is al meer dan 100 jaar bezig. Wat ik nog kan zeggen over de Kreuze, dat is dat nog heel lang... de boeren het op de ouderwetse manier hebben gedaan, hun werk. Tot in de jaren 60 werkte men hier nog met paard en wagen. Dus echt ouderwets akkersploegen en ook met zeisen, het landmaaien. En ja, dus dan kan je nagaan dat al die hele die verstedelijking en die hele industrie is eigenlijk een beetje aan het gebied voorbij gegaan. Ik ga naar deze kant op. Of dat laat zich nu zien in dit soort plaatjes. En ja, dat is eigenlijk heel mooi. Vroeger waren ook heel veel geitenboeren. Nu zijn het eigenlijk vooral enkele veehouders die hier zijn. Enkele koeien. Maar doordat er vroeger veel geiten waren, die grazen alles. Grazen overal, die kunnen op alle verschillende plekken komen. Dat kunnen geiten makkelijker dan koeien. En daardoor ontstaan op verschillende plekken heide. En die zie je nu nog steeds overal. Je hebt hier niet alleen bos. Je hebt ook hele kleine heidegebiedjes. Met lage struiken. Met dopheide en struikhei. En dat is heel goed. Een hele goede habitat voor adders en andere slangen. En die kunnen daar heel makkelijk zich in verschuilen. En intussen ook gewoon op een prooi op zoek. En dat zijn voorbeelden. Niet alleen de toename van bosgroei, maar ook het heide wat je hier ziet. Van de verandering in habitat en de verwildering ervan. Dat hier opeens bepaalde soorten opeens goed tot uiting kunnen komen. Maar dit is niet het enige gebied in Europa waar je wilde natuur vindt. Je hebt het Biovierge oerbos en het Carpathian bos wat je hier op deze kaart ziet. Dit zijn echt voltooide, erkende en beschermde
natuurgebieden en wilde bossen. Waar ze heel, ook echt heel streng zijn in het beleid daarvan en in de bescherming ervan. Dan mag je niet zomaar zoals hier overal naartoe lopen en doorheen lopen en zo. Mijn studenten van mij zijn naar Bjelfjesje geweest, ook met school. En ze zien wel een verschil tussen dat bos en dit bos. Dit is nog allemaal in ontwikkeling. Dit maakt nog een successiereeks mee. Je moet je voorstellen, een ecosysteem groeit in fases, ontwikkelt zich in fases en dat noem je een successiereeks. Het hele gebied is nog in ontwikkeling. En dat maakt het juist wel heel erg leuk, want er verandert nog heel veel. En waarschijnlijk, als dit zo blijft, als dit niet verder verstoord wordt of mensen gaan hier grote dingen maken, bouwen of zo, of toch op een of andere reden weer hier naartoe verhuizen, over 100 jaar wordt het ook net zo op als Bjelfjesje. En alleen het probleem een beetje is dat de Kreuze niet echt wordt erkend als een rijp natuurgebied, als een wild natuurgebied dat beschermd moet worden, dat belangrijk is voor de natuur in Europa, dat een belangrijk pareltje is in de natuur. Maar daar Rob Veen is er natuurlijk hard mee bezig om dat zover te krijgen. Hij gaat regelmatig naar lezingen in het buitenland, voornamelijk Nederland en België. Trouwens ook gewoon om leuk voor stagiaires om te informeren van als je een opleiding doet in de natuur, in biologie of zo, dan is dit een prachtig gebied om een onderzoek te doen of überhaupt om stage te lopen natuurlijk. Je kan ook goed zien dat dit hele gebied in ontwikkeling is, want als je door paardjes loopt, je ziet de natuur de wegen overwoekeren. Je ziet de planten alles overnemen. Een spoorlijntje, gewoon boerenpad, een karrenspoor. Waar het mooiste in kan zitten. Dat zie je hier allemaal letterlijk voor je neus gebeuren. En dat maakt het gebied zo mooi. En over soorten gesproken die hier goed tot uiting komen. We hebben al een les gehad over amfibieën en reptielen. Maar er is één bijzondere amfibie die ik eruit heb gelaten. Speciaal voor dit moment. En dat is de geelbuikvuurpad. Dat is een beetje het logo van het natuurcentrum Tigulij geworden. Want het is van grote betekenis geweest. En ik laat Rob Veen zelf vertellen wat er bijzonder is aan dit padje. En wat voor succesverhaal er voor hem achter ligt. Geelbuikvuurpadden, om te beginnen, zijn padden die je eigenlijk niet ziet. Wat misschien het leukste is, om even te laten zien hoe zo'n pad eruit ziet. Van de bovenkant is die onopvallend gekleurd. En van de onderkant heeft hij een felgele, gemarmerde buik. Kijk, hier zie je wat andere plaatjes. En je ziet dat hij op de pootjes een beetje geel is. En dat is de zeldzame geelbuikvuurpad. En wat is nou het aparte van die geelbuikvuurpad? Die leven in het agrarisch landschap, leven die in karrensporen. Geelbuikvuurpadden zijn eigenlijk net als alle andere amfibieën, hebben ze water nodig. En je kent wel kikkerdril met dikkopjes. Nou, een geelbuikvuurpad legt ook eitjes. Die legt er een paar kleine klompjes. Dan komen er dikkopjes uit. En die dikkopjes die ontwikkelen zich in 4 tot 5 weken. In karrensporen. Dus dat betekent dat een boer ergens rijdt en er ontstaat een watertje. Tijdelijk watertje, want geelbuikvuurpadlarven die hebben een ontzettende hekel aan concurrenten. Aan andere libellenlarven of salamanders. Dus geelbuikvuurpadden zoeken plekjes op die te kort onder water staan, waar maar een paar amfibieën zich kunnen voorplanten. En komt de geelbuik ook in Nederland voor? Jawel, hij komt in Nederland voor. Hij komt eigenlijk voor in Zuid-Limburg. En in Nederland is het eigenlijk heel slecht met de geelbuikvuurpad. Hoe komt dat dan? Ja, het prachtige agrarische landschap met holle weggetjes, met karrenspoortjes, het landschap waar je eigenlijk hier rondom je heen ziet, dat is in Nederland gewoon verdwenen in Zuid-Limburg. We moeten natuurlijk wel opletten, de geelbuikvuurpad komt alleen voor in Zuid-Limburg. Ja. Daar zit hij in een aantal open dagbouwgroeves. Want daar zijn de omstandigheden nog zo dat hij zijn pionierplekjes vindt. En hier in Frankrijk, waar hij nog in redelijk grote hoeveelheden zit, zit hij in onderwater gelopen karrensporen. En daar plant hij zich voort. Dat is het verhaal van de geelbuikvuurpad in het agrarisch landschap. Want geelbuikvuurpadden hebben ook nog een natuurlijk landschap. En dat natuurlijk landschap van geelbuikvuurpadden, dat zijn de beekdalen. En daar zit hij in de uitstroomzones van beken,
dan heb je een hoge winterwaterstand en in de zomer zakt het water en dan staan er wat stenen, wat kommen in stenen, sommige ter grootte van een soepbord, sommige wat kleiner, sommige wat groter. Daar heb je kleine waterkommetjes en daar plant die geelbuikvuurpad zich voor als enig amfibie. En dat noemen we het primaire habitat, het natuurlijke habitat. Nou, en in Frankrijk is dat natuurlijke habitat, dat is best wel verstoord. Want ze bouwen stuwdammen voor groene stroom. Ja. En die maagdelijke beekdalen, die zijn er niet zoveel meer. Dus we hebben hier eigenlijk het geluk dat die boeren, dat agrarisch landschap hier nog zo veelzijdig is. En hier kunnen we dus nog grote aantallen geelbuiken vinden in het secundaire habitat. In het habitat wat gevormd is door de mensen. En Rob heeft als fanatiek bioloog en natuurliefhebber best wel veel invloed gehad op het voorkomen van de geelbuikvuurpad ergens in het gebied. En hem zelfs nog kunnen redden. Dat is maar één keer gelukt. Ja. Want ze wouden een stuwdam maken om een groot gebied onder water te zetten. En dat is eigenlijk heel raar. Want toen ze dat gebied in orde wouden maken voor de stuwdam, kwamen ze met vrachtwagens in het gebied. Ja. Met grote bulldozers. En ze bliezen met dynamiet allerlei hellingen op. En toen wouden ze met de stuwdam beginnen. Maar doordat die omgeving zo verstoord was geraakt, kwamen die geelbuikvuurpadden op die pioniersituatie af. Want daar ontstonden poeltjes in de... Dus er ontstonden een soort karrensporen. Dus die geelbuikvuurpad ging daar zijn eieren afzetten. Ja. En de geelbuikvuurpad staat op bijlage 2 van de Europese habitatrichtlijn. Dus dat betekent zwaar beschermd. Ja. En toen heb ik iets gedaan wat niet helemaal kosher was. Ik heb de geelbuikvuurpad gemeld bij de Franse bevolking. En mede daardoor is de stuwdam bij Rochebut niet doorgegaan. In de vallei van de Cher. Bij Chambochard. Dat was de geelbuikvuurpad die daar oorzaak van was. Ja. En nu hebben we daar poeltjes gegraven en het gaat heel goed met de geelbuikvuurpad. Maar nou zijn we nog iets anders van plan. En dat is de rivier weer terug te brengen in hetzelfde stadium als 1000 jaar geleden. Dat die wild door die vallei heen kolkte. Want inmiddels zijn er allemaal bossen gaan groeien en is het allemaal... Ja, ook weer een beetje een cultuurlandschapje. Dus nou gaan we echt die rivier aanpakken door weer die hele bedding open te halen. Dat kost natuurlijk heel veel geld. En dat geld, daar wordt altijd moeilijk over gedaan. En als we nou weer gaan zeggen van, ja, voor de geelbuikvuurpad moeten we dit allemaal betalen. Dan zeggen de mensen onderhand, ja, zo'n stomme kikker, dat doen we niet meer. Hè? Die kent allemaal wel die negatieve geluiden in het milieu. Ja. Dus wat hebben we gedaan? We hebben de operatie hebben genoemd Freedom of the River uit de film Lord of the Rings. En dat pakt bij de mensen beter. Dus we pakken gewoon, we beschermen nou het hele systeem. En dan gaat het soms om de libelles. En soms gaat het om andere dieren, om zoogdieren. En die geelbuikvuurpad, die gebruiken we nou eigenlijk gewoon. Dus eigenlijk kunnen we een hele goede daad verrichten. Door het hele ecosysteem aan te pakken. En het leuke daarvan is, dan is die hoeveelheid geld ingedekt. Dus dan kunnen we een rivierbedding maken die weer voldoet aan het oude beeld van het natuurlijke landschap. En luister, we weten het allemaal niet. Het zijn allemaal experimenten. Maar als het lukt, lukt het. En we kunnen niks verkeerds doen. Dus het is een beetje een gok. Dit was de 6e aflevering van Natuur in het Wild. Je hebt een beetje geleerd, nogmaals, wat er met het gebied is gebeurd, hoe erg de bosgroei hier is toegenomen en ook een beetje waar het door komt. Je hebt van Rob Veen geleerd hoe de geelbuikvuurpad eigenlijk leeft en wat er bijzonder aan is. Waarom het een bijzondere amfibie is, bedoel ik dan. En wat Rob Veen hier eigenlijk heeft betekend voor dit gebied en voor de geelbuikvuurpad. De volgende aflevering is alweer de laatste aflevering. Die komt deze week, kan je hem nog kijken. Maar tot die tijd ga ik eens even lekker gitaar spelen. Doei ja! Vergeet niet om naar buiten te gaan trouwens. Road tripping with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere.
USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun.